Goedenavond en welkom bij ons tweede provinciedebat. Vorige week hadden we hier lijsttrekkers van N-VA, SPA en Vlaams Belang te gast. Vandaag zijn de andere drie grote partijen aan de beurt. En ook nu mogen de kandidaten zichzelf even voorstellen. Ik begin hier bij Peter Bellens. Ik ben Peter Bellens, ik woon in Herentals. Ik heb in november Lude Helze opgevolgd als gedeputeerde voor cultuur, platteland en landbouw en innovatie. Assunta Geens. Ik ben Assunta Geens uit Westerlo en ik zal de lijst trekken voor De Groen in het district Herentals-Westerlo. En dan tenslotte Ludwig Neefs. Ik ben Ludwig Neefs uit Mechelen en ik ben de afgelopen 6 jaar voorzitter van de provincieraad geweest. Laat ik met u beginnen, meneer Bellens. U heeft het zelf al gezegd, u heeft Ludo Helze opgevolgd als gedeputeerde van cultuur, onder andere cultuur. Ludo Helze was toch een beetje het gezicht van het provinciebestuur, naast natuurlijk Cathy Bergs, die zelf niet verkozen is, maar toch. Was het een zware erfenis? Ja, iemand opvolgen die 24 jaar lang deel uitgemaakt heeft van de provincie en zoals u zegt het gezicht ervan is, is natuurlijk niet makkelijk. Maar mijn voorganger heeft zijn dossiers netjes afgerond en ik heb goed kunnen overnemen daar waar dat hij opgehouden heeft. Ja, u zegt hij heeft zijn dossiers mooi afgerond. Heeft u toch al zelf uw stempel kunnen drukken dat eerste jaar? Klopt, ik heb toch al wat geprobeerd om wat goed te coördineren en onlangs hebben we ook voor cultuur en voor de veranda ervoor gezorgd dat we een vrije tijdspas kunnen invoeren, waardoor dat kwetsbare, maatschappelijk kwetsbare groepen toch ook makkelijker kunnen gebruik maken van de veranda. En dat past eigenlijk in een van de uitgangspunten die we hanteren, namelijk cultuurparticipatie. Ja, was dat niet een beetje onmerkelijk? Want ja, de veranda is intussen toch al 4 jaar in handen van de provincie. Had dat al niet wat sneller kunnen gebeuren? Dat had misschien sneller kunnen gebeuren, maar zoals u weet heeft de Waranda ook andere zorgen gehad. Men heeft eerst het gebouw moeten overnemen. Daarna is er een renovatie gebeurd. En nu kunnen we ons ook toeleggen op het echt werkelijk besturen en het inhoudelijk besturen van de Waranda. Ja, in dat inhoudelijke bestuur van de provincie, dat cultuurbeleid, kan u zich daarin vinden, mevrouw Geens? U bent zelf actrice, artiest, zelf ook schepen van cultuur geweest in Westerlo. Ja. Ja, ik kan mij daar zeker in vinden, maar ik maak me wel een beetje zorgen omdat cultuur toch wel het met wat minder middelen zal moeten doen in de toekomst. Maar als ik vanuit Groen ook spreek, denk ik dat wij zeker blijven staan achter bovenlokale initiatieven. Ik denk bijvoorbeeld aan een groep in Westerlo, Westelvolk. Dat is eigenlijk een groep mensen die elkaar ontmoet rond de bouw en het bespelen van volkse instrumenten. En dat zijn niet alleen mensen vanuit Westerlo, dat zijn eigenlijk mensen vanuit heel de streek. En het zou natuurlijk enorm zijn moest de provincie daar een rol kunnen spelen om die mensen te blijven ondersteunen. Dat is misschien een vraag voor meneer Bellens. Ja, heeft de provincie geld om dat inderdaad allemaal te blijven ondersteunen, al die initiatieven? Ja, we zitten eigenlijk, worden eigenlijk een beetje met de neus op onze feiten gedrukt door de interne staatshervorming, waarbij dat de Vlaamse overheid ons in een keurslijf duwt. En dat betekent dus ook dat de financiële middelen die we hadden ook door de Vlaamse overheid meegenomen worden. Dat betekent ook met name voor cultuur, want dat is een persoonsgebonden item, dat we heel wat minder middelen zullen hebben en ons goed zullen moeten afvragen waaraan dat we die gaan besteden. Met andere woorden, we zullen duidelijke keuzes moeten durven maken voor een aantal projecten en een aantal andere gaan we ook niet meer kunnen doen. Ja, dat is ook iets wat u moet aangaan, meneer Neefs. Die discussie over de Vlaamse bevoegdheden en de provinciale bevoegdheden. Kan de provincie op het vlak van cultuur nog ten volle zijn rol spelen? Wel, ik denk dat naar de toekomst toe de provincie op een andere manier die rol zal moeten invullen. Wanneer dat de middelen weggenomen worden, dan zal dat niet kunnen blijven gevolgd worden zoals dat tot hiertoe is kunnen gebeuren. Dus ik denk dat daar wel een stevige aanpassing zal moeten voorzien worden. Ja, want uw voorganger Ludo Helze, die heeft daar even al een robbertje over uitgevochten en dreigde zelfs met subsidies in te trekken voor bepaalde genootschappen in Antwerpen bijvoorbeeld. Ja, hij heeft denk ik een signaal willen geven aan de minister van Cultuur dat zij niet zonder overleg te werk kon gaan bij het maken van haar nieuw cultuurplan, het maken van keuzes van wat de Vlaamse overheid nog bij de provincie zou laten en wat niet meer. En ik denk dat meneer Helze daar een signaal willen geven heeft en ik heb ook begrepen ik heb ervaren dat de minister dat ook opgevolgd heeft en met de provincies in overleg is gegaan over wat kan en wat niet meer zou kunnen.
Baart u dat niet een beetje zorgen wat u hier allemaal hoort? En als u zegt van ik hoop dat er genoeg geld is voor cultuur? Ja, ik maak me daar zeker zorgen in. Maar ik denk, men zal natuurlijk ook misschien een grotere transparantie kunnen willen bereiken in cultuur. Misschien een beetje meer naar de mensen ook luisteren wat ze eigenlijk echt willen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dan ja, zal men misschien minder aan een soort willekeur ten onder gaan. Ook dat het dan meer verspreid wordt over heel de provincie. En ook vooral ook in de Kempen. Maar bijvoorbeeld als we naar stadsregio's zouden gaan, Turnhout heeft een grote uitstraling, Mechelen heeft een grote uitstraling, zodat dat geen tussenniveau kunnen zijn, want dat is natuurlijk ook gevallen, hè, dat woord, de stadsregio's in dat witboek en dat groenboek van de Vlaamse overheid. Ja, en daar kom je dan op het punt dat sowieso hetgeen dat nu gebeurt toch zal moeten gedaan worden en dat een provincie afschaffen, dat dat niet kan. Dat het wel door iemand anders zal moeten gedaan worden. Dat wij voelen dat steden, gemeenten niet altijd bij machten zijn om dat zelf te doen en te organiseren en dat Vlaanderen daar te groot voor is. En op die manier denk ik dat een tussenniveau, in dit geval de provincie, daar zeer goed op dit ogenblik op georganiseerd is. De rest moet nog allemaal komen. Oké. Over naar het volgende thema dan. Iets waarvoor de provincie natuurlijk ook bekend is, dat zijn de wandel- en fietsroutennetwerken en de provinciale recreatiedomeinen. En ja, Ludwig Neers, dan kom ik bij u terecht als Open VLD'er. Is het de taak van een provincie om bijvoorbeeld een recreatiedomein uit te baten? Is dat niet iets voor de privésector? Ik denk dat in dit geval, waar dat wij jaren geleden in Mechelen Sportpark Den Ekker hebben overgedragen aan de provincie, dat niet beter kon georganiseerd worden dan door die provincie. Als je ziet, Oom Pareltje dat daar nu gerealiseerd is, dat trekt ook mensen aan van buitenaf. En daar wordt nog continu in geïnvesteerd. Krijgen nu die nekkerpool die dat daar gaat komen. Dat is iets dat onmogelijk is om door een stad alleen te doen. Dus ik denk het wel, ja, zeker. Maar er gaat toch ook een kleine 30 miljoen naartoe, naar al die recreatiedomeinen, al die vrije tijdsbestedingen. Mevrouw Geens, zou dat dan inderdaad niet beter kunnen besteed worden, dat geld? Dat is natuurlijk nog de grote vraag. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan het welzijn van de mensen. Als we kijken hoe mensen wonen soms, en vanuit Groen zijn we daar toch wel heel bezorgd om. En dat heeft dan ook te maken met gezondheid. Mensen worden soms ziek van de woningen waar ze in wonen. Er zijn woningen die halve krotten zijn. En waarom zouden we daar geen groene ambulance op toesturen? Zoals bijvoorbeeld in Brussel ook al wel het geval is. Het is een team. Dat bestaat uit verpleegkundigen en ook specialisten die gaan opmeten hoe is het hier met dat huis gesteld, waarom worden de mensen hier ziek, waarom zijn er misschien mensen die hier astma krijgen in dit huis. En dan kan men daar ook iets gaan aan veranderen. En ik denk dat dat inderdaad iets zou kunnen zijn dat een provincie op zich zou kunnen nemen. Is dat iets wat een provincie zou kunnen doen, meneer Welles? Het zou een mogelijkheid zijn. Het is dikwijls een en-en verhaal. Hè. De vraag is natuurlijk, waar leg je uw prioriteiten? En klopt wat meneer Neef zegt natuurlijk, rond recreatiedomeinen, daar heb je eigenlijk ook een gemeenschapsvormend aspect wat aan bod komt. Als u kijkt, het Zilvermeer in Mol, dat zou ook nooit mogelijk geweest zijn vanuit de stad Mol op zich. Dus daar doe je eigenlijk ook al een beetje aan welzijn en de accommodatie, de mogelijkheden bieden om het welbevinden eigenlijk ook in orde te brengen. En daar mag of moet de provincie toch ook wel aandacht voor hebben, zeker als het door de gemeenten en de steden niet kan. Naast de effectieve vraag naar zorg, hè, maar dat is een ander thema. Ja, ik volg uw redenering, dat u zegt van dat zijn goede recreatiedomeinen waar veel mensen naartoe komen. Dan blijf ik toch nog een beetje op mijn honger zitten. Is het niet iets wat bijvoorbeeld een privé-investeerder zou kunnen doen? Ik denk dat we in de toekomst wel moeten gaan kijken naar of dat er een PPS-constructie mogelijk is. Hè. Maar het nog eens, als dat dan zou betekenen dat het gemeenschapsvormende karakter van die recreatieparken moet achterwege gelaten worden om
tegemoet te komen aan commerciële doeleinden van de privépartner, dan denk ik dat een stap te ver is. Maar ik geloof wel in een PPS-constructie op basis van gelijkwaardigheid en als we samen dan ook de doelstellingen kunnen uitzetten. Jullie bedoelen dan de kostprijs moet omhoog als een privé-investeerder dat zou moeten doen? Ik ben ervan overtuigd dat dat zeer moeilijk te rentabiliseren is. En een privépartner gaat altijd naar rentabiliteit willen streven. Als je ziet hoe moeilijk het al is om een zwembad rendabel te krijgen, zo'n sportpark is nog veel moeilijker. De manier, en ik heb het daarnet al gezegd, waarop dat de provincie dat tot hiertoe heeft ingevuld, is prachtig en uniek. Ik denk niet dat dat echt haalbaar is om dat in privé te doen en dan aan te bieden aan de prijzen voor de Mechelaars en voor de mensen van de omliggende gemeenten, zoals dat we dat nu doen. Toch gaan critici van het provinciale niveau misschien zeggen, ja kijk, ieder heeft zo zijn speeltje. Hè? De Kempen heeft zijn warande, de Mechelaars krijgen nu hun nekkerpoel bij de nekker. Het blijft zo'n beetje precies van verdeel en heers in de provincie dan? Nee, vind ik niet, absoluut niet. Datgene waarin dat wij als provincie Antwerpen verschillen van de andere provincies, is dat we eigenlijk drie regio's zijn. Je hebt de regio Antwerpen, de regio Kempen en de regio Mechelen. En het is toch wel de bedoeling van een beleid te voeren dat voor alle inwoners van de provincie een aantal voordelen kan scheppen. Ik vind dat we daar zeer goed in gelukt zijn en dat we telkens de belangen van een regio koppelen aan nuttigheid en efficiëntie en vooral aan een behoeftevraag van de inwoners. Heeft Groen daar dan een probleem? Want Groen heeft geen Kempense vertegenwoordiger op dit moment in de provincieraad. Dat is inderdaad zo. Daarom voel ik mij hier in dit gezelschap ook wel een beetje een groentje. Ik zit helemaal niet in de provincieraad tot nu toe. Maar ja, wij hopen natuurlijk met de verkiezingen nu dat er een vertegenwoordiger van Groen vanuit de Kempen zou kunnen zetelen. En dan kunnen wij ook misschien een beetje meer onze stempel drukken op onder andere welzijn. En cultuur natuurlijk ook, want ik heb het daar straks al gezegd, cultuur blijft ook belangrijk, ook voor het welzijn van de mensen. Hè? Ja, meneer Neef. Ik wil toch eventjes meneer Billes bijtreden, dat wanneer dat je zulke investeringen doet en je zou dat in minder bevolkte gebieden doen, dan zou dat toch absurd zijn. Dus het is eigenlijk logisch dat je dat doet in de regio's die daar net op genoemd zijn en dat daar de meeste mensen ook kunnen van genieten. Als ik zie naar cultuur 30 miljoen euro, naar vrije tijdsbesteding eigenlijk 30 miljoen euro, dat is 60 miljoen euro, bijna een kwart van het provinciale budget, gaat naar amusement. De provincie is gewoon de amusementsector. Ja, dat is helemaal niet zo. We kijken dat mensen vandaag ook kiezen voor kwaliteit van leven. En men regelt zelfs zijn werktijd. En men wil ook dan in de resterende tijd een kwaliteitsvol aanbod hebben. Eén van de aanbiedingen of één van de mogelijkheden is vrije tijd en recreatief ondernemen als je wil. Hè. Ik geloof dat we daar moeten op inspelen. En het zou pas gek zijn wanneer dat we niet inspelen op een behoefte die er bij de mensen is. Hè. En ik heb niet de indruk dat vandaag de provincie een aantal dingen doet die niet gewild, niet geapprecieerd worden. Dat kan misschien beter zijn, maar het is wel een niveau dat toelaat om rechtstreeks contact te houden met de mensen, via zijn bestuurder, maar ook rechtstreeks. Dus ik geloof eerder in een goede band tussen lokale besturen en provincie, omdat daar de afstand veel kleiner is. We zeggen dat trouwens ook zelf in onze visie die we hebben van provincie. We zijn een bestuur dichtbij de mensen. En maar dat is wel belangrijk. Zou dan de provincie niet beter ook inspelen op wat mevrouw Geens voorstelt, die zorgsector? Als ik hoor een kwart van het budget gaat naar de amusementsector, zeg ik dan, een beetje denigrerend, dan gaat u eit daar wel kwijt kunnen, mevrouw Geens? Ja, of misschien is het ook wel zo dat de provincie misschien een andere functie moet krijgen. Dus in plaats van echt... ik denk aan meer een ondersteuning, een coördineren, in plaats van echt actie te gaan voeren, het beleid, het bovenlokaal beleid, eigenlijk steunen. Meneer Nees, wil even reageren? Ja, ik wil daar op zeggen dat de provincie toch ook met welzijn bezig is, daar ook heel veel geld in investeert, daar verschillende initiatieven opneemt, dat er verschillende instituten, provinciaal instituut voor hygiëne, ik kan ze allemaal opnoemen, worden gesubsidieerd door de provincie. En dat als je dat dan tegen dat budget van die 60 miljoen afzet, dan gaat je zien dat dat ook
weer een behoorlijk deel is van dat budget en dat wij compleet bezig zijn met een volledig plaatje. En nu ligt er natuurlijk de vrije tijd met de cultuur en met een sport uit. Dus wat dat betreft denk ik toch wel dat je het volledige plaatje moet laten zien wanneer je over de provincie spreekt. Meneer Wels, nog kort. Ja, het is belangrijk omdat met de interne staatshervorming wordt er ook heel wat geld bij de provincie weggenomen. En wat zijn dan de twee bevoegdheden die getroffen worden? Dat is enerzijds cultuur en anderzijds welzijn. Dus we zitten nu op een budget van 10 miljoen wat we kunnen uitgeven rond welzijn, waar we aanvullend zijn aan het middenveld en aanvullend aan wat de gemeentebesturen doen. We zullen ook in de toekomst duidelijke keuzes moeten maken in het zorgaanbod dat we doen, waarbij dat we eerder een coördinerende rol gaan spelen, maar het één op één relatie van de provincie en het geven van een premie voor mensen met een gehandicapt kind of andere premies die in de zorg gegeven worden, valt weg. Dat is een bevoegdheid die nu naar de Vlaamse overheid zal gaan. Dus wij hebben schrik dat door het geld dat men met ons weghaalt, misschien ook die mensen uit de boot vallen wanneer dat ze door Vlaanderen zullen moeten betoelaagd worden. Maar dus als ik jullie met Rio hoor, dan zeggen jullie, geef ons meer coördinerende rol in die zorgsector. Meer verantwoordelijkheden. Zo. Ja, coördinerende rol, maar ook daar waar dat er geen initiatief genomen wordt door de gemeentes, daar moeten wij als provincie denk ik het verschil maken. We hebben het al even gehad over cultuur en vrije tijd, waar de provincie een heel belangrijke rol speelt, maar waar de provincie misschien wel het meest bekend voor is, dat zijn de groepsaankopen groene energie die er zijn georganiseerd. En dan vraag ik me af, en dan kom ik toch weer eerst bij de liberalen terecht, meneer Neefs, is dat eigenlijk iets wat de provincie moet doen? Wel, persoonlijk vind ik dat niet. Ik vind het wel goed dat de provincie daar een voortrekkersrol heeft genomen en dat dat nu zo kan gebeuren. Maar het is toch waanzinnig dat mensen zich moeten inschrijven om de goedkoopste energie te krijgen, dat dat niet kan geregeld worden op Vlaams niveau of zelfs het Belgisch niveau. Hè. Ja, meneer Belles, is het misschien niet het failliet van de politiek dat we groepsaankopen moeten gaan organiseren als politici in plaats van een sterke regulerende rol te spelen op die elektriciteitsmarkt? Klopt, maar wanneer dat het vrije marktinitiatief eigenlijk niet naar behoren werkt omwille van het feit dat er een monopolist is die, of bijna een monopolist is die de prijzen zelf kan bepalen, dan moet daar een initiatief tegen genomen worden of moeten ook de mensen de kans krijgen om toch te kunnen genieten van lagere tarieven. Als het niet speelt door de markt, dan moet de overheid soms tussenkomen. Of dat nu ja of nee de provinciale overheid moest zijn, dat wil ik in het midden laten. Belangrijk is dat het initiatief er is, vind ik, dat het genomen wordt en dat het uiteindelijk toch wel een beetje marktregulerend kan optreden. Het degradeert het provinciale niveau niet tot een veredelde gezinsbond? Nee, vind ik niet. Ik denk dat er een keuze is gemaakt binnen de provincie om dat te doen. Precies ook omdat men zag, of dat we zagen, dat er sociale correcties ontbraken daardoor. En nog eens, als de markt zou kunnen spelen zoals ze zou spelen met verschillende aanbieders en niet een grote aanbieder en kleiner, dan zouden we dat ook niet moeten doen. Dus ik vind het eigenlijk een soort van een sociale correctie dat we kunnen doorvoeren. Peter Belles, Asmunta Geens en Ludwig Neefs, mag ik u alle drie hartelijk danken voor dit gesprek. Zo bent u weer helemaal mee en weet u dus, op 14 oktober gaat u niet alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook op de provincie kan u dan uw stempel drukken. Nog een hele goede avond.